Het heeft onze relatie wel veranderd. Ik ben echt blij. Mijn doel is om in 3 dagen tijd 2 kilo af te vallen. Ja. Zie je wel. Ik krijg ook een beetje de kriebels van zijn kuit. Wie heeft hier gespeeld? Oh, ik ga beginnen. Oh my god. Memphis! Oh my god. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 11 april en ik ben onderweg naar het ziekenhuis. Want ik heb mijn check-up. Mijn haar zit weer in de krul. Helemaal in de krul. Ik krijg altijd een beetje de kriebels van zijn kuis. En jij niet? Nee. Ik wel. Maar ja, we zijn nu in ieder geval, we gaan zo naar binnen. We waren iets laat, hè? Het was eigenlijk 10:55. Waar op tijd? Ja, we moesten net best wel lang wachten. Wat goed voor onze Elon Musk. Ik ben er blij om. Ik me weer helemaal oppie toppie voel. Vind je niet dat we daardoor wat dichter bij elkaar zijn gekomen door dit? Weet ik niet. Vind je dat een moeilijke vraag? Waren we dat al? Nee, maar door dit wel nog erger. Nog erger, nou ja. Het heeft onze relatie wel veranderd. Ik denk het wel. Als jij het zegt. Heb jij niet zoiets van, nou nu moet ik er nog meer van genieten of zo ergens? Ja, dat wel. Maar dat is van alles. Nou, ik ben in ieder geval blij dat alles gewoon goed gaat en dat ik weet, ik had ook een hele rare vraag, want ik dacht als je bloed van iemand anders krijgt, dat je dan, dat je cholesterol ook hoger wordt. Maar dat is dus niet zo. En ik vond het echt een domme vraag. En ik vond het echt Nee, super. Grappig. Oké, jij vond het grappig. Maar ik dacht dus echt, ja, stel dat je bloed krijgt van iemand die heel veel vet eten eet. Ja, ik dacht als je dat dan in je krijgt, dan krijg je ook al dat vette shit plak. Maar dat is niet zo. Weet je van de dag, maar dat dus. Nou, wie heeft hier gespeeld? Wie denk jij, Nick? Ik denk oma. Oh my gosh. Waar ga je naartoe? In de mokkel. En dit in de mokkel. Maar moet je niet dit eerst opruimen hier? Daar is ie. En dan zo, en dan zo. En dan zo. En een blij, en een sjaal, en een jas, en een zonnetjes op het zo echt blij, ja. Oké, goed gesprek. Hij is blij. Wat zeg je? Lopen. Alles is weer helemaal goed met mij. Ik ben er super blij mee. Wilde ik mijn oude broek aan doen en die paste niet meer. Hoe dan? Ik weet het echt niet. Maar ik heb dus nu bij de Action een nieuwe batterij gekocht voor mijn weegschaal. Want ik heb al dat ding, ik denk al 1,5 jaar geleden niet meer gebruikt. Ik woog altijd 55. Ik vind het echt super spannend. Ik doe het gewoon YOLO. En als er te veel is, dan ga ik dus diëten. Diëten, ja. Ik ga diëten dan. Oké. Even een laagje stof eraf halen. En als ik het goed heb, moest je hier op drukken. Oh, wat doet hij nou? Oh, nou ja, volgens mij kan ik er nu gewoon op staan. Denk ik. Oh my god. Nee, dit klopt niet. Wacht, dit klopt niet. Ik ga het hier neerzetten. Op een harde achtergrond. Wat dan? Oh ja, zie. Zie je wel? Dat betekent dat ik dus wel ben aangekomen. Dacht ik al. Dat van net klopte niet. Want als je op een matje zet, ben je ineens een paar kilo lichter. Oh my god. Wat heb ik hier nou weer? Even kijken. Oké, dus het wordt echt tijd om te diëten. Ik ga even een schema maken met wat ik ga eten. Ik baal hier zo van. Ik hou hier zo niet van. 1, zoveel kilo eraf krijgen. Ja, dat ga ik doen. Call me a freak, maar ik heb dus net al een hele schema gemaakt. Met wat ik deze 3 dagen ga eten. Mijn doel is om in 3 dagen tijd 2 kilo af te vallen. Ik weet niet of dat realistisch is, maar ik heb altijd van die onrealistische doelen. Dus ik heb voor vandaag, want ik heb ook nog geen ontbijt gehad, heel slecht. Dat ga ik nu dus ook veranderen. Heel slecht. Eerder ontbijten. Maar ik heb dus voor vandaag 40 gram havervlokken, 100 ml amandelmelk en vers fruit. Een shitload aan water drinken. Oké, ik ga nu even eten.
met 40 gram havermout met 100 ml amandelmelk. 40 gram mag het zijn. Ik hou deze dan. Dat is echt weinig. Maar ik ging op de weegschaal staan. En raad hoeveel ik weeg. 100 gram minder omdat je gepoept had. 56. Ik vind nog wat, zoiets, dacht ik. Ik weet niet meer. Ik ga nu 3 dagen diëten. Kijken of het helpt, of ik dan echt afval. Echt weinig. Ja. En 100 ml allemaal. Ja, je bent niet voor niets al 56 kilo. Whatever. Whatever, ik doe net alsof ik dat niet heb gehoord. Nou, dan hoor je het wel straks terug op de camera. Ja, amandelmelk. Ah, leuk. Zo funny, Nick. En ik neem een heel zielig klein hoopje havermout. Nou, daar gaat ie hoor. Fruitprutje gemaakt. Havermoutprutje. Erbij. Heel erg kleurrijk. En een heel klein beetje. En dat kan gewoon. Het smaakt ook wel oké. Het is niet echt je van het, maar. Hamburger van Nick zag er lekker uit. Wat? Ik ben op dieet. Again? Altijd op dieet. Valt wel mee, toch? Nee, valt echt niet mee. Haha, ja, mag niet. Oké, het is nu 2:12. Dus ik ga denk ik beginnen met mijn lunch. En als lunch hebben we vandaag 200 gram veldsla, 1 avocado, 1 tomaat, 100 gram champignons gebakken met zout en peper. En dat was het. Ik heb ook al heel veel water gedronken. Zoveel water gedronken dat ik meer op het toilet zit dan dat ik iets aan het doen ben. Want ik 86 keer naar de wc moet, schiet ook niet echt op. If you know what I mean. Kijk, het is 2:15. Ongeveer rond 6 uur ga ik eten. Of ik dat dan alle 3, 4, 5, 6, 4 uurtjes. Wat zeg je? Ga weg. Hoezo? Ik ga even eten. Nee. Jawel. Hè? Huh? Nou, ik heb toch iets minder gedaan dan 200 gram. Ik denk dat dit 40 gram is of zo. En mijn champignons met peper, zout en olijfolie. En een beetje van dit. En deze snij ik als laat. Ik heb toch voor een halve avocado gekozen. Nu ziet het er wel lekker uit. Ik vind het wel veel hoor. Nee, maar ik had mijn doelstelling gezet op 2 kilo in 3 dagen. 2 kilo, dat kan nooit. Kan dat niet? Tuurlijk. Is dat weer zo'n onrealistische doelstelling van mij? Ja. Dat heb ik nooit gezegd hoor. Dat ligt daar. We zullen zien. Lekker. Ik vind dit wel, maar dan moet je niet meer eten op eten, dan hou ik niks meer voor mezelf over. Lekker. Vind je het lekker? Mama helpen. Ja. Ik eet deze eten. Nou, wat heb jij dan? Dit is lekker eten. Ik vind het echt lekker. Ik heb net mijn sla gegeten. Ik vond het eigenlijk wel lekker. Ik vond het niet zo, maar alleen mijn avocado had wel iets rijper mogen zijn, want die was best wel nog hard. Oh my god, Memphis doet gewoon de deur dicht. Memphis! Oh my god, en ik heb geen sleutel. Memphis! Durf je de deur open voor mama? Memphis! Wat doe je nou? Kan je me sleutel geven? Ik had dus geen sleutel, hè? Maar ik wist dat jij boven was, dus daarom. Zo, ik lig even op de bank. Want ik ben moe en ik heb een beetje hoofdpijn gekregen. En hoe gaan we met hoofdpijn om? Niet. We gaan gewoon door. Ik ga zo aan mijn soep beginnen. Mijn maag knort ook een beetje. Als je bezig bent met eten koken, dan denk je niet echt aan eten. Hoe gek dat dat klinkt, maar dan ben je zo bezig. En dan verheug je je eigenlijk op wat je aan het maken bent. Ik denk dat ik die tactiek maar ga aanhouden dan dat ik zo meteen mag koken. Omhoog je voet! Oh, ik ga beginnen. Ik ga by the way dit soepje maken. Sabataatsoep. Zo, ik heb alles. Pompoen,
zoete aardappel, koriander, knoflook, pepertje en een rode ui. Kutzooi. In mijn vinger gesneden. KU-tapepompom ben je. Snotdoekje om mijn vinger heen. Wel een schoon snotdoekje hoor. Freaking pompom snijden. Maar wie doorzet, die heeft wat. We hebben het. Oké, ik heb wel amandelkokosolie erbij gehaald. Want deze heeft echt een heerlijke kokosmaak. En met pompoen vind ik dat echt super. Het ziet er wel echt super lekker uit, mijn soepje. Hij is ook lekker dik, dus daar hou ik wel van. Alleen weet ik niet of dit mij gaat vullen. Het is op zich wel niks, schatje. Mama is weer tegen de camera aan het praten. Ja, mama praat met de camera. Oh, wil je ook? Maar ik ben even mijn soep aan het laten zien. Dus het is op zich wel heel weinig. Ja, vind ik hoor. Ik vind het best wel weinig voor mij doen. Dus misschien dat ik nog wel iets erbij neem. Hij is best wel machtig, dus hij vult wel. Ja, echt. Ik ben net onder de douche vandaan gekomen. Mijn gezicht is een beetje rood. Ik ben de laatste tijd bezig met mijn gezicht doen. Zo'n dingetje gekocht waarmee je collageen weer zeg maar oppept. Tegen rimpels en dat soort shit. Maar ik krijg er iedere keer zo'n rode kop van. Oh, het is nog best wel licht buiten. Ik ben echt de enige gek die nu gaat liggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je nog moe? Ja. Ik ga even wegen. Oh, ik al ben afgevallen. Wie zit er nou zo te huilen? Wie zit er nou zo te huilen? Goedemorgen. Oh. Even kijken. Hier drukken. Oh, waarom doet hij het nou niet? Hey. 55,7. Zo stom. Ik ben eens vergeten de soep in de koelkast te zetten. En nu kan ik hem volgens mij dus niet meer eten dan. Als ik hem niet in de koelkast heb gezet. Oliedom. Oké, ik begin de ochtend met een bakje koffie en een banaan. Ja, jij hebt een banaan. Ja, ga maar eten ook. Wil je van mama open? Ik ga hem openmaken, ja. Ja, mama ook openmaken. En dan ga ik ook eten, ja? Hand voor je mond. Oké, ik ben nu net thuis. Ik ga nu heel snel even mijn broodje eten. Ik had vanochtend een banaan gegeten. En nu ga ik een broodje met hummus en sla en komkommer en paprika en alles erop sodemieten. Zodat ik een beetje vol zit. Zo, de linzen staan op. Dus ik ga linzen met veldsla en met pompoen. Oh, moet ik even zout en peper op? Doe ik gewoon een keer niks. Gewoon alleen olijfolie een beetje met slakruiden. Lijkt me wel lekker. Oh, dit ziet er toch super lekker uit. Vind je niet? Voor een dieet is dit echt wel awesomely. Oké, ik ga nu alvast koken, want we gaan vanavond weg. En dan ga ik wat eten maken voor de jongens. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Any point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these two made the whole. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je aan het kijken? Boss Baby serie. Oh, wat leuk. Ik ga weer even wegen. Wegen? Ja, op de weegschaal. Oh, mannetjes. Oh, dit is trouwens mijn trui dat hier ligt. Die moet ik zo aan, want ik heb het wat koud. Nee, maar ja, zo. Ja, dan heb ik niks te doen. Nou, 55,5. Oeh, scarier. Spooky, spooky, scarier. Spooky, spooky, scarier.
had ik, even wachten hoor, mijn waterfles gevuld. Die is weer helemaal vol. Ik ben vandaag nog steeds wel met mijn dieet bezig. Het is vrijdag, dus morgen denk op zich dat mijn doelstelling, ik weet wel zeker, dat mijn doelstelling veel te hoog was. 2 kilo is echt massief veel. Dus ik denk dat ik het dan maar moet verlengen met 2 weken. Want er gaat op zich wel iedere dag een klein beetje vanaf. Niet heel veel, maar wel een klein beetje vanaf. En ik denk dat dat het beste is voor ons lichaam. Hallo. Dat het gewoon een klein beetje eraf gaat, niet al te veel. Veel minder moet gaan eten. Nou, ik kan dat echt niet. Sorry, ik vond dit al heel weinig voor mij doen. Hoe gaat het met je? Jas. Kom, ga even neus snuiten. Wachten. Ja, goed zo. Kijk eens naar mama. Oh man, het wordt steeds erger. Havermoutbakje nummer 2 voor dag 3 is op. Hey Memphis. Je bent ziek, hè? Hey. Zo, hele goede morgen. Of middag al, hè? Goedemiddag. Ja. Mijn dieet was dus echt een flop. Echt een zware flop. Want ik heb gisteren pizza gegeten. En niet 1 stuk. Quitter. Quitter. Ik heb 5 stuks opgegeten. Echt niet normaal. Quitter. Dus de conclusie wat ik hieruit kan trekken is, uit kan halen is... Quitter. Dat ik niet goed ben in diëten. Quitter. Hij zit me te pesten. Memphis, lig je lekker zo? Dus nee. Ik ga denk ik ook niet op de weegschaal staan. Volgens mij is dat echt niet een... 58. Ach. Dan komt er alleen maar weer door bij. Door die pizza. Nou, van 1 pizza echt niet hoor. Oh. Nou, vooruit. We geloven je. Ja, geloof me maar, ja.